Beste collega's, ik heb de afgelopen week veel plezier gehad van het programmaatje Google Forms in combinatie met Google Spreadsheet te benaderen vanuit je Google Drive. Je kan namelijk in Google Forms kan je vrij eenvoudig zelf testen, formatieve toetsen en dat soort zaken invoeren en door de deelnemers via de computer laten verwerken, waarna Google Spreadsheet automatisch gekoppeld aan je Google Forms kan zorgen dat alles nagekeken wordt. Sommige onderdelen kan je nog met de hand nakijken. Ik zal er een paar voorbeelden van geven en ik zal je laten zien hoe het werkt. We beginnen met eenvoudigweg naar Google te gaan. En dan zie je uiteindelijk hier dat ik kan kiezen voor Google Drive. En op het moment dat ik Google Drive in beeld heb, en goed, dit zijn allerlei dingen die ik opgeslagen heb, niet zo interessant. Je klikt op nieuw en dan krijg je hier Google Documenten, Spreadsheets, Presentaties. Allemaal handige tools, maar waar we het nu over gaan hebben is Google Formulieren. En Google Formulieren is recent weer vernieuwd en ziet er echt geweldig uit. Je kan kiezen voor de oude versie. Je kan ook gewoon de nieuwe versie gebruiken. Dit is de nieuwe versie. Mocht je graag terug willen naar de oude versie, ga dan op dit mannetje staan en die holt je terug naar de oude versie. Dat is voor de zeg maar geschiedenisfreaks onder ons. Je begint met het opstellen van een vragenformulier. Je geeft het een naam. Ik geef het hier even de naam test vragen 1. Zal ik er een V tussen zetten? Dat is misschien nog handiger om te lezen. Je kan hier aangeven: dit is een oefentoets. En je kan beginnen met vragen stellen. De eerste naamloze vraag. Ik zal er een meerkeuzevraag van maken. Dat is ook de optie die je als eerste krijgt. Maar hier zitten veel meer opties bij. En ik zal er een aantal laten zien. En sommige, dan moet je zelf maar eventjes wegwijzen in woorden. Of anders moet je me maar komen vragen hoe je daarmee omgaat. Ik laat de korte antwoorden, de alinea's en de meerkeuzevragen zien. Dat zullen waarschijnlijk degene zijn die het meest gebruikt. Nou, en laat ik dan tenslotte ook de lineaire schaal maar even laten zien. Die is ook wel grappig. Goed. We beginnen met een multiple choice vraag. De eerste vraag is: waar staat X? En op het moment dat ik hier A en hier X en hier hoofdletter X invul, en dat is ook wat ik zoek, dan is die vraag klaar. Hoef ik voor de rest niets aan te doen. Ik kan door naar de volgende vraag. Ik kan wel nog, voordat ik naar de volgende vraag ga, een aantal mogelijkheden langslopen. Ik kan deze vraag dupliceren. Dat is handig als je veel meer keuzevragen wilt hebben. Dan hoef je dat niet steeds. Alle vragen, 4 keuzes of 3 keuzes. En je tikt hem 1 keer in en je dupliceert hem een aantal keren. Dat maakt het wat eenvoudiger. Je kan hem weggooien als je denkt van, nou, hier ben ik wel klaar mee. Je kan instellen dat hij verplicht beantwoord moet worden. Je kan ook zeggen dat het optioneel is. Ik vind dit wel een verplichte. En dan heb je daar nog een aantal andere mogelijkheden waarbij je een hint-tekst weer kunt geven. Ik zou kunnen zeggen: let op, het betreft hier hoofdletter X. Meer hints zou ik niet moeten hoeven geven hier, denk ik. En je kan zeggen van: ga naar selectie op basis van het antwoord. Een if-then-lusje. Als het antwoord hier goed is, ga je door naar vraag 6 of vraag 8. Weet je wel, nou, dat soort mogelijkheden zitten erin. Overigens, als je hier vragen in wilt plakken vanuit Word. Stel, ik heb een Word-document. En die hebben we volgens mij allemaal wel, waarin je ooit een keertje multiple choice hebt gemaakt. Je kan gewoon de vraag kopiëren en in deze regel plakken. En alle antwoorden in één keer kopiëren en hierin plakken. Dan herkent Forms namelijk dat het multiple choice is en dan geeft hij er meteen buttons aan. Dit is klaar. Ik ga een volgende vraag invullen. En die volgende vraag, dat wordt een
Kort antwoord. De vraag is, vertaal het werkwoord eten in het Duits. Klaar, verplicht antwoord, vind ik wel. Nou, kort antwoord. Volgende, meer keuze? Nee, een alinea. Waarom zijn de bananen, wat denk je, krom? Zullen we dat doen? Het is te flauw voor woorden, maar vooruit. En ook deze noemen we verplicht. En dan heb ik er nog twee nodig. De eerste vraag is naam. En daar maak ik een kort antwoord van. Ik zal er een hint bij geven. Vul hier jouw voornaam in. En die maken we uiteraard verplicht. Nog een vraag. Daar zou je deelnemernummer kunnen zetten om een betere identificatie te krijgen van de mensen met wie je aan het werk bent. Maar ik had beloofd een lineaire schaal. Nou, die zetten we er dan ook bij. Hoe interessant vind je deze test? Hoppa. En dan kunnen ze van 1 tot 5. En je kan de schaal uitbreiden tot 10, of tot 6 natuurlijk. 7, 8, 9, 10. Laten we zeggen, we houden het op 6. Voordeel daarvan is dat niemand precies in het midden kan gaan zitten. Nou, oké. Okay. Deze maken we ook verplicht. En dan heb ik eigenlijk wel zo'n beetje alle vragen langs zien komen. Dus ik laat het hier eventjes bij. Dan gaan we kijken naar, hier kan je kleurenpalet geven, je kan het allerlei formaten geven en zo. Je kan je instellingen aangeven, dat is wel handig. Je kan kiezen, mag slechts één reactie verzenden, maar dan moet iedereen die meedoet een Google-account hebben en niet iedereen heeft dat. Je kan namelijk dus ook deze vragenlijsten laten invullen zonder het Google-account. Nog een reactie verzenden lijkt me niet een goed idee. 1 keer is meer dan genoeg. Reacties bewerken? Nee, mogen ze ook niet. Antwoord gegeven en verzonden? Klaar. Overzicht van de reacties weergeven? Waarom zou je? Een voortgangsbalk, dat is wel handig. Zeker als je wat meer vragen stelt, dan kan de deelnemer onderaan zien hoe lang die nog ongeveer bezig zal zijn. Klik op opslaan. En nu wil ik hem eigenlijk eerst wel even zien. Ik wil een voorbeeld. Het voorbeeld komt hier. Waar staat X? Daar. Vertaal het werkwoord eten in het Duits. Essen. Waarom zijn de bananen krom? Daarom. Bart. Hoe interessant vind ik deze test? Ik vind het een 4 waard. Ik klik op verzenden. Dat is mooi. Die is weg. Nu komt de volgende stap. Want ik heb nu net alle goede antwoorden ingevoerd. Ik ga nu kijken naar reacties. En dan zie je welke reacties je binnen hebt gekregen. En als je terugscrollt naar boven, dan zie je 0 reacties. Nee, ik heb er nu eentje gekregen, maar ze zijn nog niet verwerkt. Ik heb aangezet, accepteer de reacties. En hier dit icoontje, maak een spreadsheet. En nu begint het circus pas echt. Je klikt op maak een spreadsheet. De spreadsheet heet test, reacties, ik ga hem maken. Er wordt een spreadsheet geopend in Google Spreadsheet. Prachtig. Nu is er één dingetje wat je in de gaten moet houden. Je moet een add-on hebben. Je kan add-ons toevoegen, want als je voor het eerst begint met Google Spreadsheet, heb je geen add-ons staan. Ik adviseer je om meteen bij Google Spreadsheet te zoeken naar de add-on Flubberoo. Flubberoo is een add-on die je gaat helpen om zometeen alle ingevoerde tests na te kijken, automatisch. Je klikt op Enable Flubberoo in this sheet,
Flubberoo has been enabled. Oké. Laat hem even rustig doorlopen. En vervolgens, ik zal nog een vragenlijst invullen. Voorbeeld. Deze is fout. Jouw antwoord. Jouw naam is Bart 2. Waarom zijn de bananen krom? Daar maak ik een uitgebreide verhaaltje van. Hop. Zo, dat is ook goed. Vertaald werkwoord. Ik doe het verkeerd, neem niet fout. Dit is Essen. En hoe interessant vind ik deze test? Een 3. En wat is mijn naam? Mijn naam is Bart D. Ik klik weer op verzenden. En ik heb ondertussen bedacht, dat is onhandig. Ik vraag pas naar de naam van de deelnemer nadat hij al begonnen is met het invullen van de toets. Nou, ga terug hier naartoe. Ja, dat moet ik niet zo doen. Ik zoek eventjes de vraag met de naam op. En die kan je dan vervolgens gewoon oppakken en naar boven slepen, zodat dat de eerste vraag is die je tegen gaat komen. En dat heeft nul invloed op wat er verder gebeurt. Nou, hoe cool is dat? Ik ga terug naar Flubberoo, namelijk mijn add-on in Google Spreadsheets. Bij Flubberoo zeg ik, great assignment, ga beoordelen. Dat is hij nu aan het doen en dan vraagt hij eerst aan mij, welke dingen zijn belangrijk? En dan ga ik hier zoeken en dan zeg ik, nou oké, die moet normaal beoordeeld worden. Deze moet ook normaal beoordeeld worden, maar als iemand dit goed heeft, krijgt hij er 2 punten voor. Waarom zijn de bananen krom? Die moet ik handmatig beoordelen. En daar kunnen mensen tot maximaal 5 punten voor krijgen. En naam, dat is gebruikt om de student te identificeren, om ze terug te kennen. Hoe interessant vind je deze test? Die ga ik niet meenemen in de beoordeling. Klik op continue. En na continue vraagt hij, wat is de answer key? Dus waar staan alle goede antwoorden? Je moet er dus voor zorgen dat je zelf minimaal 1 keer alle antwoorden goed hebt ingevuld. Die selecteer je en dan klik je weer op continue. En vervolgens zie je dat hij cijfers gaat toekennen. Daar is hij klaar mee. Ik klik deze dicht. En ik kan zien dat Bart D. een 3,7 heeft gescoord. Maar ik ben nog niet helemaal klaar. Want waarom zijn de bananen krom? Daar heeft hij nog geen punten voor gekregen. Dus ik klik weer op deze add-on, Flubberoo. En dan zie je dat je dan, nadat je de assignments een waardering hebt gegeven, nog Great Questions by Hand kunt selecteren. Dan zie ik dat Bart D. als antwoord heeft gegeven. KDJFHSD. Nou ja, anyway. Ik wil dat vergelijken met het antwoord waarvan ik weet dat dat het goede moet zijn. Dat klik ik aan en dan zie ik, hé, dat was het goede antwoord. Oké, dus dit vergelijk je hiermee en je kan hier het aantal punten invoeren dat je daarvoor wilt geven. Nou vind ik Bart een bijzonder sympathieke vent, dus die geef ik even goed nog 5 punten voor dit antwoord. En ik kan hem eventueel nog, als ik gevraagd heb, geef je e-mailadres op, een berichtje sturen waarin ik hem vertel waarom ik zijn antwoord zo op prijs stel. Z-grade, hij verwerkt het. Grade has been applied. Je kan dit sluiten en je ziet dat hier 5 punten terecht zijn gekomen. Nou, dit zijn de student submissions, dus dit zijn alle antwoorden die er gegeven zijn. En je kan hier ook zien hoe interessant vond je deze test. Goed. Mooi overzicht lijkt mij. Als ik dit nou weer sluit, dan wil ik je nog 1 ding laten zien. Want als ik klik op reacties, kan ik dus ondertussen ook hier terugzien welke cijfers er allemaal voor gegeven zijn. Nu wordt het nog mooier. Want op het moment dat ik klik op verzenden, kan ik e-mails selecteren waaraan ik waar ik dit formulier naartoe wil sturen. Iedereen die een e-mail krijgt, krijgt een linkje. En met dat linkje kunnen ze
toegang krijgen tot de vragenlijst. Maar je kan ook de URL een beetje verkorten, je kan hem kopiëren. En ik kan, en dat is helemaal mooi, je kan een HTML-frame insluiten. Dan neem je dit stukje, je haalt het voor HTTPS weg en achteraan komt er nog een stukje wat je weg moet halen. Niet zo verschrikkelijk spannend. En dan kan je een studieroute maken in NetSchool. Dan kan je namelijk in NetSchool deze vragenlijst opgeven aan een klas in een beperkte tijd, waardoor je hem openzet op het moment dat jij het wilt en hem afsluit op het moment dat jij het wilt. En dan kunnen deelnemers, die kun je eenvoudigweg de opdracht geven, ga naar NetSchool, log in, kijk bij studieroutes, daar tref je deze test aan, maak die test en klik op verzenden. Jij krijgt automatisch de gegevens binnen en op het moment dat je gevraagd hebt om een e-mailadres, heb ik nog een scriptje voor je gemaakt waarbij je automatisch respons, dus uitslagen van de test, terug kunt mailen, kunt laten mailen door Google naar de diverse deelnemers. Tot zover, denk ik. Dit duurt al een kwartier, zie ik. Het is een beetje lang, maar ja, vooruit. Het is wel een mooie tool. En mocht je er nog vragen over hebben, je weet me te vinden. Heel veel succes met het gebruik van deze mooie tool.